Het is vandaag de dag van de leraar en voor de 26-jarige Matthijs van Mansveld uit Utrecht is het helemaal een bijzonder feestje. Hij werd gisteren namelijk verkozen tot de beste leraar van het mbo-onderwijs. Matthijs werd onder meer geprezen om de goede band die hij met zijn studenten heeft. En dat is nog lang niet alles. Zijn leerlingen presteren ook nog eens bovengemiddeld. Kortom, Matthijs is eigenlijk gewoon de ideale leraar. Hallo! Matthijs stond vandaag gewoon voor de klas, alhoewel er van lesgeven weinig terecht kwam. Zijn leerlingen vinden het meer dan terecht dat hun docent de beste leraar van Nederland is geworden. Hij is heel erg jong en gemotiveerd. Echt zo'n pretkoppie. En als hij iets met je is, komt hij echt naar je toe om met je te praten. Mijn kracht is denk ik gewoon persoonlijk contact en gewoon leuke lessen, sfeer maken. Matthijs geeft sinds 4 jaar les op het ROC Midden-Nederland in Utrecht. Gisteren werd hij uit meer dan 1000 inzendingen gekozen tot leraar van het jaar. Eigenlijk ben ik niet beter dan een andere leraar. Ik heb hier collega's en in het hele land zijn er heel veel mensen die zijn hartstikke goed bezig. En dat zijn hele goede leraren en die zijn ook allemaal voor mij leraar van het jaar. Dus ik voel me niet beter dan een ander. Grote vraag is natuurlijk, wat is zijn geheim? Is Matthijs soms erg grappig? Zorgt hij soms te goed voor zijn studenten? Wil er nog iemand koffie? Of speelt toch zijn leeftijd een rol? Matthijs is namelijk pas 26. Wat dacht je toen hij binnenkwam lopen? Want hij is natuurlijk maar een paar jaar ouder dan jullie. Lekker ding. Ik dacht wel van zo, die is lekker jong. Maar ja, het is wel heel leuk, want hij snapt je natuurlijk beter. Denk je niet dat de meisjes je stiekem gewoon leuk vinden? Nee, dat denk ik misschien wel niet. Want ik zeg altijd in het begin, ik heb een kat en een vriendin en ik woon samen en weet je wel. Dus ja, maar goed. Dus dat heeft geen rol gespeeld? Nee, dat denk ik niet. Matthijs mag zich ook ambassadeur van het mbo noemen. Hij zal het dus druk krijgen, maar voor zijn leerlingen maakt hij natuurlijk altijd tijd. Ja, en hier is het tijd voor het weerbericht met